do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Video. Vandaag ga ik jullie mijn huidroutine laten zien. Dus hoe ik altijd mijn huid verzorg. Zowel 's ochtends als 's avonds. En daarnaast ook gedurende de dag door. Ik drink namelijk echt superveel water. Althans superveel. Ik probeer iedere dag 1,5 liter water te drinken. En ik merk dat dat echt voor mij de key is tot een mooie huid. Ik merk dat dat zoveel verschil heeft geleverd aan mij voor mijn huidroutine, zeg maar. Voor hoe mijn huid eruit ziet. Voor mij bestaat toch eigenlijk 50% ook wel uit water drinken. Om een mooie, goede huid te krijgen. Een gladde huid te krijgen. En daarnaast een hele rustige, egale, volle huid te krijgen. Dus ook dat laat ik je zien. En ja, verder laat ik je dus gewoon zien in deze video hoe ik mijn huid verzorg. Mijn ochtendroutine begin ik altijd met het reinigen van mijn gezicht met een tonic. In dit geval het micellair water van Garnier voor de gemengde en gevoelige huid. Deze zorgt ervoor dat het vuil aan het water blijft plakken en trekt dus als het ware het vuil uit je huid. Daarna breng ik alleen nog een dagcreme aan van Essence. Nog steeds mijn favoriet omdat hij zo enorm mild is en toch mijn huid goed hydrateert. De crème breng ik aan op diverse plekken in mijn gezicht en vervolgens masseer ik de crème dan in mijn huid en nek in. Zoals ik al zei is water voor mij enorm belangrijk en bepaalt het echt voor 50% of misschien nog wel meer hoe mijn huid eruit ziet. Ik probeer dan ook minstens iedere dag 1,5 liter water te drinken. Precies het formaat van de fles dus wat je hier ziet. Mijn tip voor als je ook net als mij gewoon het liefst zoveel mogelijk water wil drinken, in mijn geval nog 1,5 liter. Zet de fles gewoon aan je mond en drink net zo lang door totdat je gewoon niet meer kunt. Ik heb van alles al geprobeerd. Apps op mijn telefoon zetten dat ik moet water drinken. Een glas aan mijn tafel zeg maar dat ik moet drinken. Maar dat werkt voor mij gewoon niet, want dan vergeet ik het gegarandeerd. En nu als ik die fles zie staan, dan weet ik gewoon, oké, als ik hem aan mijn mond zet en gewoon blijf drinken, net zolang totdat ik een vol gevoel heb, dan heb ik al heel wat binnen. In dit geval gewoon bijna de helft heb ik al op. En ja, de andere helft is gewoon een kwestie van misschien nog 2 keer drinken en ik heb de 1,5 liter water gewoon binnen. Dus dat gaat een stuk sneller en werkt voor mij echt een stuk effectiever. S'avonds reinig ik mijn gezicht wat uitgebreider. Super charmant zo, met die dubbele wimpers zo afgedrukt op mijn ogen. Vind je ook niet? Ik begin als eerst met het nat maken van een washandje die ik zo dadelijk ga gebruiken. En vervolgens maak ik ook mijn gezicht nat, zodat ik daarna de reinigingsmousse van Garnier kan aanbrengen. Deze mousse heeft een heerlijke geur van grapefruit. Echt super lekker. De mousse masseer ik in mijn huid in. En ik zet daarbij mijn meest charmante gezicht op. En vervolgens kreeg ik ook nog eens wat moes in mijn mond. Ugh. Daarna maak ik met de washand mijn ogen schoon om mijn gezicht nog verder te reinigen met de Ivo reinigingsborstel. Op deze manier reinig ik mijn poriën extra goed en ook wat dieper. En als ik daarmee klaar ben, dan haal ik de moes met de natte washand van mijn gezicht. Ik heb in de herfst en winter echt heel erg veel last van dode huidcellen en een wat schilverige huid. Vooral bij mijn neus en voorhoofd en daarom is voor mij 2 keer scrubben in de week echt heel erg belangrijk. Ik maak mijn huid dus weer nat en scrub mijn huid zachtjes met deze scrub van de Action die ik erg prettig en mild, maar toch goed vind werken. En ook dit verwijder ik weer met de washand en daarna maak ik mijn ogen nog goed schoon met een wattenschijfje en de verzachtende oogreinigingslotion van Garnier. En als mijn ogen dan schoon zijn, dan ga ik nog met een wattenschijfje en de micellaire water van Garnier over mijn gezicht om de laatste restjes vuil te verwijderen. Het wattenschijfje is nog aardig schoon en dat betekent dat mijn huid dus goed gereinigd is en goed schoon is. En als laatste stap, deze doe ik alleen als ik de huid gescrubd heb, dan breng ik dus 2 keer in de week ook dit serum van Estée Lauder aan.
En dit is het Advanced Night Serum. En werkt echt enorm goed om 's nachts je huid te laten herstellen. En dit is een proefje waar ik echt enorm zuinig mee ben. Want de full size is echt onbetaalbaar voor mij. En dan ziet mijn huid er dus weer helemaal top uit. En is het tijd voor mij om te gaan slapen. Dat was dus hoe ik mijn huid verzorg. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vond je deze video nou leuk? Dan zou ik het heel erg leuk vinden wanneer je een duimpje omhoog achterlaat. En als je zou abonneren op mijn YouTube kanaal, dan blijf je up-to-date van nieuwe video's. Die ik iedere dinsdag, donderdag en zaterdag om 4 uur online zet. Ik wil je dus weer hartelijk danken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Doeg!